Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Lien de Reems. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat mijn haar naar de kleur rood gaat veranderen. Ik heb weer eens aan mijn rekker en vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online gaat komen. En ja, je ziet het, mijn mondmasker hangt hier al voor vandaag te werken. Dus mijn mondmasker voor gaan te werken. Voilà, en nu dit doen. Voilà. GSM ergens insteken. En dan kan ik vertrekken. Ik zal zeggen, ik geniet maar van een timeslapje. Ik kan ook een timeslapje maken. Dus dat is een goed idee, mensen. Een timeslapje. Oké, een timeslapje. Here we come. Ik sta bij Pirano's ijssalon. Het is jaar geen summerbar jammer genoeg omwille van de corona gedoe, maar het verloopt nog altijd alles heel goed. Ik heb zelfs mijn mondmasker aan, want het is ook verplicht. En kijk eens wie bij mij is. Oh, schatje toch. Mijn lieveke, hè? Wat gaat jij nemen? Nee, ik dacht niet. Wat is uw lievelingsmilkshake? Ik weet niet of het al hier mee naar smaakt. Ah, welke was dan de vorige keer? Met praline. Ah. Met die wat chocolaatjes. Ah, oké. Okay. Ja, Hansjel, dat heb ik al genoeg gedaan vandaag. Doe dat mijn nooit. Oké. Ik zal weer al handschel opdoen. Here we go. Goed op in uw handjes wrijven. Zo. Goed tussen uw vingertjes. Altijd heel goed, tot het helemaal droog is. Normaal gezien moet je dat 20 seconden en één stuk doen. En dat is bij mij gelukt. Bij deze. Mensen, ik kom nu stukjes af aan terug aan op mijn appartement. Christian was nog even afgekomen. We zijn dan ook nog even gaan wandelen in, tot aan Verano's Summerbar. Summerbar zeg ik nu. Verano's ijssalon. Ik moet het goed zeggen, Verano's ijssalon. En ja, het gaat leuk worden deze weekend. Ze kijken er echt allemaal vanuit. En dan die kinderen daar nog allemaal. En nu, ja, kan zijn dat we crashen. Kan zijn. Ik ben nog niet 100% zeker. Dat... dat ik haar 4 maanden niet meer ga zien. Fucking corona. Fucking corona.
Echt waar, ik word u zo beu. Oh, echt waar, dat corona gedoe, dat steekt mijn keelgat uit. Maar hoe het er naar uitziet, dus je mocht nog met 10 mensen in contact komen, dus 5 personen waar je nou letterlijk contact mag bij hebben, dus knuffelen, noem maar op. Zo gelijk mama, papa, dan Bea. Moeke. Kan ik nog daarin toevoegen. Wie kan ik dan nog toevoegen? In mijn bubbel van 5 personen. Kan nog één persoon daar nog toevoegen. Dan de andere 5. Die spinneken is hier recht iets heel moois bezig. Kijk jullie het laten zien. Hoe schoon. Ik weet niet wat die spin bezig is, hè, maar die is echt iets heel speciaals bezig. Die komt van die hoek daaruit. Deze hier, hè. Hier zo. En nu is hij iets bezig met die ploesje. Ik weet niet wat. Oh, grappig om te zien. Focus. Toch grappig om te zien. Toch niet te continu naar een spin kijken, hè mensen? Nee. Dus ik ga hier ook de vlog dan volledig beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ga ook al mijn gordel al uit doen. Vergeet dan ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van allerlei zaken wat er gaat gebeuren op mijn YouTube kanaal. En ik heb nog altijd geen informatie, sorry, ik heb momenteel nog altijd geen informatie over Pixelan. Maar ik heb ook gezegd hier ook met de wandeling. Ik ga er even nog verder over praten, over Pixelan. Ik heb hier ook in de groep gegooid van, ja kijk, we moeten nu weer al erg inslanken met de mensen. Met onze bubbel, dus dan veronderstel ik ook wel dat de event richting verplaatsing zal gebeuren. Dus dat het evenement moet gaan verplaatsen. Voor de tweede keer al op een rij. Soms gaan we dan nog eens afvragen van, die heeft die bloesje precies gewoon van zijn web losgemaakt. Nu is hij dus nog bij aan het maken op mijn web. Maar ik heb die spin, ga ik toch zelf eens even pakken en ergens anders zetten, want die moet niet op mijn auto zitten. Maar wat die allemaal bezig is, hè, ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. Omwille van de besmettingsgraad is toch weer al redelijk wat aan het stijgen, dus hier in België. Ik weet niet hoe het zit in Nederland, als het daar ook weer al aan het stijgen is, ja of nee, ik weet het niet. Dus ik word hier alleen maar op de hoogte gehouden van België. De cijfers zijn niet rooskleurig en... Maar wij maken ons ook een klein beetje iets te veel druk daar rond. Omwille van, hoe moet ik het ook zeggen, van...
Zeg het. Bij die vorige virussen, die ook eens de wereld in de ban heeft gehouden, die is ook uiteindelijk verdwenen. Dus deze zijn we opnieuw aan het meemaken. Dat er een redelijk grote bevolking weer al, hoe moet ik het zeggen, heen aan het gaan is. Wat ook de vorige keer zo was. Maar deze keer zijn er wel iets meer momenteel sterfgevallen dan de vorige virussen. Dus deze virus is toch wel redelijk harder dan de andere virussen. Moet ik ook wel eerlijk toegeven. Heb ik bang? Ja, ik heb bang. Omwille van bang dat ik het ook ga krijgen. Ik probeer zo goed mogelijk op elke manier mijn veiligheidsmaatregelen toe te passen. Nu, omwille van die tweede coronagolf, wil ik dus echt niet meemaken. Dan ga ik jullie ook nog iets... Ik pak jullie van de houderke even af. Sorry, voilà. Dan, wat ik ook altijd doe... Dus als ik naar Bewouw ga, ik heb hier mijn kratjes van de Colruyt. Van de Oké, hier van Anneke. Ik zet er eentje aan de voeten en eentje op de passagierszetel. Dus dat is gewoon om te zeggen van, nee, hier mag niemand zitten. Omwille van, en weer wel, de vraag is zo van, ja, kun je mij niet alsjeblieft eens even toevoegen? Kun je mij niet meepakken naar Meiland toe om daarmee dan af te zetten? Kan ik daar de bus nemen? Dan heb ik ook rapper de bus en al. Sorry, de eerste 4 maanden niet. De eerste 4 maanden, no go. Dan blijft dit echt hier zo staan. Oei, oei, oei. Die is weg aan het gaan. Zo, voilà. Dan kan ik die ook openzetten. Even kijken. Zo, voilà. Dan gaat hier echt niemand zitten. Voilà, sa. En deze ga ik dan ook openzetten. Dat is een heel slim idee, Dimitri. En die zet ik dan zo. Hup, en dan kan hier echt, maar ook echt dan niemand meer zitten. Voilà, wat kabaal gemaakt. Maar nu ga ik de vlog echt sluiten. Salut en tot morgen. Joe.